Yo kijkers van Duffy Games, leuk jullie kijken deze nieuwe aflevering van de storyline. Voordat ik verder ga wil ik even zeggen dat dit een ander soort storyline video wordt. Aangezien hier wordt hij niet geroleplayed, maar het is even een update qua, dus wat jullie aan de titel zagen, de troonzaal. Het is wel een belangrijke update voor het vervolg van de storyline. Dus klik het niet weg, maar kijk goed naar deze video en luister goed wat ik te melden heb. Dus we gaan beginnen. Zoals jullie weten, in de vorige storyline video zaten wij in een hele andere troonzaal. Dat klopt, dat was de oude troonzaal. We hebben een nieuwe gebouwd, ik en Jerry samen. Jerry heeft natuurlijk het meest gedaan, want het is gewoon een hele goede bouwer, zoals jullie kunnen zien. Hij was gewoon te klein en hij was gewoon niet mooi. Het was niet echt dat je zo zat van, oké, yes, dit is een troonzaal, weet je wel. Ik bedoel, de blacksmith was zelfs groter en epischer, dus we hadden zoiets van, dat mag ook wel eens een keer worden aangepakt. Natuurlijk, de muren weer wat veranderd, dat moet nog veranderd worden. Dus van de zijkant, we hebben dus nu echt een troonzaal. Je kan nu ook echt gewoon echt een troonzaal noemen, vind ik. Het is gewoon groot, het is machtig, het is mooi. Daar ben ik Jerry natuurlijk heel erg dankbaar voor. En ik ga hem natuurlijk even jullie laten zien. En om in één keer in de storyline verder te gaan met een hele nieuwe troonzaal, dat kan natuurlijk niet. En om het erin te verwerken is op het moment ook gewoon lastig. Dus ik maak hier even een speciale video van, zoals jullie weten, in deel 15 dan. Dit is gewoon deel 14, deel 15 gaan we gewoon verder met de storyline. Alleen dan weet je dus, er is dus de nieuwe troonzaal. De oude troonzaal is ook gewoon heel snel weggehaald. Terwijl er iets van, achteraf misschien van, ja, misschien moest ik hem eruit schrijven. Maar was iets van, fuck it, we doen het gewoon. Zoals jullie zien, je komt hier binnen en eigenlijk loop je meteen tegen mijn desk, zeg maar, aan. Goed, hierachter is mijn troon. Mijn grote mooie troon. Zoals je ziet, ik heb hier goed zicht over heel de troonzaal. En dit is natuurlijk de microfoon waar ik door kan praten. Die staat nu. Nu staat hij uit, nu staat hij aan. Beetje fantasie, maar dat is leuk, mensen. Goed, dan kan hier mijn iemand aan de linkerkant zitten. En natuurlijk, daar komt aan de rechterhand te zitten. En dan kunnen hier de andere strijders kunnen, zeg maar, hier zitten en luisteren naar wat er te melden is en wat er gaat gebeuren, alles. Gewoon in de hoeken wat decoratie aangebracht. Gewoon super vet. Zoals jullie zien, ook gewoon de rand hier omheen. Wat die bovenop wat op gemaakt is, zeg maar. Ook gewoon een keer wat anders. Gewoon decoratie. Het is gewoon echt een heel mooi gedaan, Jerry. Daar ben ik echt blij mee. Gaan we even nu naar boven toe. Want die vind ik ook super vet. Je kan trouwens hier helemaal rondom lopen. Dus stel, er zou een oorlog komen, wat dan ook. Dan kunnen we straks ook hierop gaan staan met een boog en alles. Dus echt, ja, is echt super vet. Nou, je kan natuurlijk ook hier nog zo kijken en alles. Maar dat doet er verder niet toe. Het is echt nice gemaakt. Dan kan je hier naar boven en dan denk je natuurlijk, wat is dit? Ik zou hier eventueel misschien gewoon een slaapplekje in kunnen maken. Ja, ik weet nog niet. Dat doen we ook een week, joh. In ieder geval hier, zoals jullie kunnen zien, kan ik hier een pittig stuk over heel mijn stad heen kijken. En dat is op zich natuurlijk wel belangrijk, want stel, de vijand komt en ik kan zo van de vier zien aankomen. Dan kan ik natuurlijk op tijd waarschuwen als ik dan dat ik beneden sta. Dus ook super nice gemaakt dit. Ik ben er echt blij mee, mensen. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe vet gewoon is als je gewoon een mooie troonzaal hebt. Het is trouwens in anderhalf dag gemaakt. Het heeft wel een beetje lang geduurd voordat er natuurlijk weer een storyline video kwam. Maar het heeft er meer mee te maken dat het gewoon ontiegelijk druk was qua opnames, dat soort shit. En natuurlijk, dit moet even gedaan worden en alles. En mensen zitten nu ook weer op school, dus iedereen ook weer terug van vakantie. En ja, we gaan gewoon weer lekker knallen. Er is nog een sneak preview. Er komt binnenkort in de storyline. Goed opletten. Binnenkort komt er een nieuw persoon in de storyline. Wie dat is, zeg ik niet. Ik weet niet of jullie de stem herkennen. Want ik denk dat een aantal mensen wel zullen herkennen. Maar goed, dat moeten we maar zien. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat het eventjes zo'n storyline video is geworden. Met gewoon even een update qua toch wel een heel belangrijk gebouw in Roemas. Gewoon eventjes een dikke, vette troonzaal. Mensen, vond dit nou leuk? Vergeet niet gewoon een duimpje aan te klikken. Ik weet dat gewoon een storyline over de 250 gaan, ze over de 280. Dat is gewoon fucking insane. Ook die views ook te gek, mensen. Dus keep on doing that. En dan krijgen jullie binnenkort weer een storyline van mij, mensen. Later.